De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 te veel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen, geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. We kunnen nu spreken van sporadische, oftewel clusterbesmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek, waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze clusterbesmetting is onder controle gebracht door het BOG. Wij moeten dus alert blijven, aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet, vertoont de curve een positief beeld. Aan IHR kan aanbevolen worden dat we nu terug naar code oranje zijn. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren de afgelopen 2 weken een toename van meldingen over feesten, clubs die open zijn en waar er massa's mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met z'n allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten. Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care. Dat is een daling van 25% naar 20% vergeleken met de vorige week. 20 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica ziekenhuis AZP. Dat is een daling van 13% naar 12% van de landelijke beddencapaciteit. Er liggen 8 patiënten in het isolatieveldhospitaal van het Wanica ziekenhuis. Dat is een daling van 16% naar 8% in vergelijking met de vorige week. De afgelopen week heeft helaas 1 Surinamer de strijd verloren tegen COVID-19. Familie en nabestaanden, gecondoleerd. Landgenoten, blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. We naderen het eind van 2020 en het Outbreak Management Team beveelt dringend aan dat wij op aangepaste COVID-19 veilige wijze de feestdagen doorbrengen. Er zijn mensen uit de entertainmentwereld die corona-antigeen sneltesten willen introduceren als entry screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij personen zonder klachten, minder dan 60%. Ondersteund door de PAHO en de WHO wijzen wij dergelijke voorstellen met klem af. Wij zijn de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zullen wij steeds blijven afstemmen op de realiteit. Een gezond en COVID-19-vrij Suriname is ons doel. De komende weken zal de voorlichting rond het COVID-19-veilig jaareinde opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drankfestijnen dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten achterwege zullen moeten laten. Nee, wij kunnen nog niet uitbundig feesten. Nee, die warme brasa's zullen nog even moeten uitblijven. Ja, het is uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. Landgenoten, de algemene COVID-19 maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, te alle tijden in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Vanaf maandag 9 november tot en met zondag 22 november
gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 10 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 30 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd. Maatregel 4. Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken ondanks het verbod toch open zijn. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.